2 november. De eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, vers 16, zegt ons, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. We hebben gisteren gezien dat we de wereld niet mogen liefhebben. En anders is de liefde van de Vader niet in ons. Nou, nu gaan we begrijpen, als we deze tekst hebben gelezen, waarom die liefde van de Vader niet dan in ons kan zijn. Want wat is er in die wereld? Dat is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat zijn zulke tegenstrijdige dingen van het Koninkrijk van God. De genotzucht, waar de mensen naar zoeken, en de hebzucht, om altijd maar meer te hebben, en de eerzucht, om altijd maar de allerbelangrijkste persoon te zijn, de grootste te zijn. Al die dingen, die gaan voorbij. En die zijn ook niet uit God en uit de Vader. Maar dat is de wereld. Alles gaat voorbij. En als een mens sterft, wat hebben we dan? Waarna we gestreefd hebben? Al het leven van genieten, dat gaat voorbij. Al het leven van verzamelen en hebben en hebben en hebben en nog meer hebben. Dat gaat voorbij, we kunnen niets meenemen. Ik heb nog nooit een begrafenis meegemaakt dat mensen met een kluis begraven werden. Dat ze dat gingen meenemen naar het hiernamaals, naar de hemel. Nou, meestal ga je niet naar de hemel als je op deze wijze verzamelt. We zullen een leven moeten leven naar de wil van God. En dat leven, dat is in die wereld van God. Zoek de dingen die boven zijn en niet die van de aarde zijn. Zoek het hemelse. En heb aandacht voor datgene wat God u biedt. Dat is de beste, dat is de top. Beter is er niet. We hoeven niet te streven naar die dingen van de wereld. Want het beste is voor jou weggelegd. Ook vandaag. We zullen wel eens voor keuzes komen te staan. En ook jij komt vandaag voor een keuze te staan. De keuze om te kiezen tussen ik wil hebben van deze wereld. Of ik wil het Koninkrijk van God bezitten. En dat is de top die God je gaat geven. Ik ga voor de top. Ook jij? Zoek het. Bedenk het. Streef ernaar. En span je daar maar voor in. En God zal je overvloedige zegen geven. Ik wens je een fantastische dag. God zegen je.